In deze video bekijken we hoe we automatische tests kunnen toevoegen aan onze programma's. Testen is een vervelend maar belangrijk onderdeel van het ontwerpen van correcte programmacode. Bij elke wijziging in de broncode moeten alle mogelijkheden opnieuw uitgetest worden, zodat we er zeker van zijn dat onze code nog correct werkt. We vertrekken van de oplossing van de ISBN-oefening uit reeks 5. In de instructievideo ISBN reeks 5 hebben we gezien hoe we in PyCharm elk geval afzonderlijk kunnen testen. We selecteren de code en kiezen voor Execute Selection in console. Daar moeten we dan zelf telkens het te testen geval ingeven. Python biedt ons nu de mogelijkheid om deze tests te automatiseren. We maken hierbij gebruik van de doctestmodule en deze module zoekt in de docstring naar stukken tekst die starten met drie grotere dan-tekens en voert deze sessies uit om te controleren of ze het verwachte resultaat bekomen. En dit resultaat is weergegeven in de eropvolgende lijnen. De docstring zal dus meestal een kopie zijn van een interactieve sessie, eventueel aangevuld met extra commentaar. Je ziet telkens de oproep van de code, die start met drie groter dan tekens, en het verwachte resultaat. De docstring dient bovendien als documentatie van goed of foutief gebruik van de code. We kopiëren de voorbeelden van Dodona en voegen deze als docstring toe aan de code van de functie. Docstrings worden steeds ingevoerd tussen drie dubbele quotes. We vullen de docstring eventueel nog aan met commentaar. De uit te voeren statements zelf starten telkens met drie grote dan-tekens, gevolgd door de oproep van de functie. En op de volgende lijnen staat de verwachte uitvoer. Om ervoor te zorgen dat de voorbeelden uit de docstring gecontroleerd worden, voegen we onderaan volgende lijnen toe. Hierdoor zullen alle voorbeeldgevallen gecheckt worden. De module doctest wordt geïmporteerd en daarna wordt de methode testmod van deze module uitgevoerd. Indien alle tests correct verlopen, krijg je geen uitvoer in de console. Indien bij één of meerdere tests fouten optreden, worden deze gesignaleerd. We testen dit even uit voor een correcte code en krijgen als mededeling dat alle testen geslaagd zijn. We bekijken ook het resultaat bij een foutieve code. We wijzigen bijvoorbeeld in onze code het gelijkheidsteken in een verschillend van-teken en we voeren de code opnieuw uit met dezelfde testgevallen. De console meldt ons twee fouten. Er zijn 4 tests uitgevoerd en 2 daarvan faalden. We krijgen namelijk een fout op de code in lijn 4 en we krijgen een fout in de code op lijn 6. De gevallen 3 en 4 werden eveneens getest door de doctest, maar geven hier geen foutief resultaat, aangezien de code al beëindigd wordt bij de eerste vergelijking. Je merkt dus dat de doctestmodule de verschillende gevallen in de docstring controleert. Wordt in de console geen uitvoer gegenereerd, dan zijn alle tests succesvol verlopen. Genereert de code een ander resultaat dan de voorbeelden uit de docstring, dan wordt de foutmelding weergegeven in de editor. Dit is het einde van deze video waarin we door het invoegen van docstrings en het gebruik van de doctestmodule onze code grondig kunnen uittesten.